Yo mensen, jullie zien het, ik ben met... Shady man, ja Shady. Man, ja man. We zijn bij de persdag van een nieuwe film, Forever Rich. Ja, spannend. Zeker. Ik moet je zeggen, ik heb hem al gezien. Ik vond dat er heel veel heftige, leuke aspecten terugkwamen. Ja. Drill kreeg ik het gevoel, hip-hop, media. Waarom deze interesse? Waarom wou je iets vertellen? Eigenlijk het main ding was dat ik de Libië heb gemaakt natuurlijk. Ja. En die film gaat ook over drie jonge boys die dromen van toekomst en toekomst in de muziek. En eigenlijk gewoon gezien willen worden en serieus genomen willen worden door de wereld. En dromen van hogere status en wat meer geld om eigenlijk hun zorgen een beetje kwijt te raken. En tegelijkertijd toen ik die film gemaakt had, dacht ik van ja, maar er is nog wel ook een andere kant aan succes. En ook bij veel jonge mensen zie ik gewoon echt een obsessie met succesvol worden en rijk worden en materialisme en dat allemaal heel belangrijk is. En daar zit natuurlijk iets goeds aan, want je wil dromen en je wil iets bereiken in het leven, maar tegelijkertijd is het best wel een dunne lijn tussen dat lukt en dat je daar gelukkig van wordt, of dat ook heel veel stress met zich meebrengt. Want beroemd zijn, en je ziet de voorbeelden door de hele wereld, Jazeker. Geeft ook echt fucking veel stress. En dat hoor je niet altijd. Ik vond het in ieder geval belangrijk om daar ook een film over te maken. Nou Jonas, leuk dat je er een soort van toch bij kan zijn. De film Forever Rich gaat 1 oktober in première. Yes. Hoezo kan je er niet bij zijn? Waar ben je? Ik ben op dit moment in Sicilië. Voor de opnames van een andere film. Oké, druk dus. Ja, een Italiaanse film. Maar volledig gesproken in het Engels. En we draaien op de Etna, op de vulkaan. Die is eergisteren uitgebarsten, dus het is chaos. Oké. Nu moeten we aan de andere kant van de vulkaan gaan draaien. En we hebben maar een kleine window om scènes te draaien. Vandaar dat ik helaas niet heen en weer kon. Want dan zouden ze misschien heel veel dagen mislopen van de film. En elke dag moet je voorstellen, elke dag kost ongeveer 80.000 euro. Oké, jongen. Ik ken het misschien wel, de stress. Ik zie het wel bij artiesten om me heen, grote jongens. Is er misschien een bepaalde artiest of een bepaalde persoon waar je echt inspiratie uit hebt gehad in deze film? Of? Het is voor ons echt een mix. Dus ik wilde echt een cocktail, gewoon dat we hebben het personage Richie gewoon helemaal bedacht. En ik wilde echt dat het een cocktail was gewoon van verschillende artiesten in Nederland, maar ook in het buitenland. We hebben ook bijvoorbeeld naar Engeland gekeken, daar heb je Slow Tie bijvoorbeeld, of Age, daar zaten we naar te kijken. In Italië heb je een guy, die heet Sfera e Basta, was ook best wel een inspiratie. Dus ik wilde niet dat je heel duidelijk één iemand zou zien. Ik hoop dat mensen gewoon een beetje gaan zien wie zij kennen misschien. Of we hebben ook iedereen wel wat... iemand erin herkent. Ja, precies. Nou ja, genoeg over vulkanen. Forever Rich gaat bijna in première. Hoe was het voor jou om mee te werken aan deze productie, om de hoofdrol te spelen? Ja, sowieso super sick, omdat Shady, de regisseur van de film, is een goede vriend van mij. En dus hij zei eigenlijk al voordat er überhaupt een scenario, script was, zei hij tegen mij van ik heb een idee en ik wil dat jij dat gaat spelen. Dus om samen met hem dat hele karakter te ontwikkelen, dat was wel heel bijzonder. En om dat samen met een van je goede vrienden te doen, dat is een droom. Nou, je zegt zelf, de Libi ging ook over een rapper, een artiest. Heb jij een affiniteit met hip-hop of whatever? Want deze ik hou van hip-hop. Ik hou van hip-hop. Ik heb echt veel liefde voor hip-hop en Nederlandse hip-hop. En kijk, tegelijkertijd zou ik wel zeggen van de film speelt zich af in die wereld misschien, maar het is geen film die over hip-hop gaat, weet je wel. En Richie is ook niet een jongen die... ik zeg altijd ook tegen Jonas, de hoofdrolspeler, zeg ik altijd van, hij is niet een jongen die op zijn 12e zeg maar in de bus naar school rhymes aan het schrijven was. Ik heb ook in de film geen één keer een nummer of een muziek echt van hem gehoord. Nee, in het begin een beetje. Ja, maar niet echt een nummer. Nee, omdat we ook duidelijk wilden maken van, het gaat niet per se om hem. Hopelijk voel je aan alles wat hij is, dat hij gewoon een commerciële artiest is geworden. Ja. En ook dat zijn focus ook niet gaat over de passie voor muziek. Hij vindt muziek wel vet, maar het is vooral gewoon het leven wat hij wil. Snap je? Hij wil het grootste leven, het dure leven. Hij wil die waggie rijden, hij wil zijn dure kleding. Het had net zo goed in die zin, keken we ook naar voetballers of naar YouTubers of naar gewoon andere guys die op hele jonge leeftijd gewoon miljonair zijn. Meer bereiken dan jijzelf. Ja, man. Ik zie ook wel dat die droom bij veel jongeren er is, weet je, om het allemaal te maken. En dan lijkt het misschien alsof het dan allemaal goed is, maar achteraf... Ja, en achter de schermen
zien we als mensen, zeg maar, zien we niet altijd wat er gebeurt. En daar gebeurt natuurlijk een hele hoop. En in dit geval zie je ook bijvoorbeeld hoe Richie een imago voor zichzelf gebouwd heeft. En heeft gezegd van, ik ben een stoere guy, snap je? Je moet mij uit je niet fokken. Hij voelt aan alles dat imago is onderdeel van zijn succes. En hij wordt geript van zijn horloge en die beelden gaan online en mensen vallen op hem. Ik vond de rol van de media best wel heftig, man, in de film ook. Ja, man, maar media is ook heftig. De media zoveel dat ik kon me opeens heel goed voorstellen dat er dingen gebeuren en hij struikelt achter elkaar over dingen en dat komt gewoon telkens weer op de verkeerde manier in de media. Ja, ja, man, en ik denk dat media 10 jaar geleden is ook anders dan media nu. Media nu is niet per se nieuws of zo. Media nu is gewoon een random guy die ergens is en hij heeft zijn telefoon en hij filmt gewoon wat er gebeurt. En hij gooit het online. Dat is al media. Dus het is overal. En ja, je kan je niet verstoppen ervoor, snap je? Je hele, en als je beroemd bent, alles wat je doet, overal waar je bent, alles, je staat gewoon in de spotlight de hele dag. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik heb gisteren de film gezien. Ik vond het een best wel heftige film. Ik vond het een hele coole film. Je komt in de film heel anders over dan dat je nu doet. Wat voor een karakter, hoe zou jij Richie omschrijven? Wat voor een jongen is Richie? Ik zou zeggen dat je hebt zo van die mensen die zo in het moment leven dat ze niet, dat ze een soort van, je zou het ook naïviteit kunnen noemen. Dat ze niet op het moment zo heel erg bewust zijn van wat ze aan het doen zijn. En vervolgens dan later denken, shit, oh ja, wat heb ik ook alweer gedaan? En Richie is iemand die eigenlijk met een paar hele hoge energie constant alleen maar zo vooruit aan het bewegen is. Zonder dat hij nou heel erg bewust is van wat hij aan het doen is. En later denkt hij, dit en dit en dit is gebeurd. Dus dat is een element hoe ik Rich zou beschrijven. En ik zou hem ook wel beschrijven als iemand met veel bravoure en veel zelfvertrouwen, wat tegelijkertijd ook een schild is. En zo heb ik ook dat karakter proberen vorm te geven. Dus bijvoorbeeld die grill, dat is een schild. Die tattoos, dat is een schild. Bepaalde kleding, dat harde kapsel. Alles zijn een soort lagen. We proberen een soort lagen op te bouwen om zodat hij echt zo de buitenkant laat zien. Ik denk dat de film ook echt gaat over zo uiterlijke rijkdom en innerlijke armoede. Van buiten echt zo alles laten zien en maar van binnen eigenlijk. Ik vond de film, moet ik eerlijk zeggen, wel best wel heftig en gewoon een hele heftige film. Is het dat je zegt van, jongens, word wakker, dit is niet goed. Deze hele scene en de bekendheid. En media zeggen van, het is niet goed allemaal zo? Of? Nee, ik zou niet zeggen het is niet goed. Ik zou alleen wel zeggen van, ook als jonge, voor jonge mensen van, besef je wel wat succes ook met zich meebrengt, snap je? Er is ook een kant van succes die je niet vaak hoort. Daarmee worden jonge mensen ook lekker gemaakt. Wat je vaak hoort over succes is alleen maar de droom. En het zorgeloze leven. Alleen er is stress, man. Als je bekend bent en je hebt 1 hit gemaakt, dat is een hit. En je moet nog een nummer maken en het wordt geen hit. Dan heb je fucking stress. Ja. Snap je, bro? Dan moet je door. Dan moet je nog eenmaal. Dus er ligt heel veel druk op iemand die heel jong is. Dan krijg je ook nog dat klassieke ding, dat als je heel veel geld hebt, dat mensen van alle kanten naar je toe komen en iets willen van je en je moet daarmee dealen. Iedereen wil een stukje van de taart. Ja, man. En dat wilden we in die film. Het is 1 nacht. De film is best wel een stressvolle film. Ja, best wel gebeurt veel. In 1 nacht gebeurt alles. Ja, en ik wilde daarmee ook laten voelen van, met die stress leeft zo'n guy. Ja. Snap je? En het is fictie, maar ik haal wel mijn inspiratie uit wat ik om me heen zie. En we hebben veel research gedaan naar voetballers, YouTubers, niet alleen in Nederland, in Europa, wereldwijd. Ja, je ziet gewoon een trend. Je ziet gewoon een trend dat mensen vaak echt dat grote leven willen. En dat je niet altijd hoort hoe heftig dat ook is. Als je het dan eenmaal hebt, dan mag je op de blaren gaan zitten. Want zo leuk is het niet altijd. Zo leuk is het niet altijd. Maar het kan ook wel top zijn, toch? Tuurlijk. En dat is deze film is meer eigenlijk ook een soort vraag. Het is niet van, het is niet goed of het is sowieso, je wordt sowieso ongelukkig. Nee, je kan hartstikke gelukkig worden, maar je kan ook echt ongelukkig worden. En dat verhaal hoor je nooit. Dat ligt denk ik ook aan de persoon. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een paar scènes gezien waarin Jonas heel duidelijk is, dat je gewoon echt de hebzucht in zijn ogen wel ziet. Ja, man. Weet je, want ik zie de hebzucht gewoon. Het is ook een stukje van wat je zelf wil. Zeker. Je wil meer. Het is een zelfdestructieve business ook op een bepaalde manier. Zeker. En ik hoop dat iemand die succes krijgt, zo stevig in zijn schoenen staat en zo helder in zijn hoofd is, dat hij dat daarmee kan dealen. Ja. Maar het is fucking heftig, man. Ja, zo kwam het ook wel heel erg over.
Is er misschien een bepaalde persoon, artiest of misschien wel jezelf, waar dit personage ook een beetje op is gebouwd of geïnspireerd? Ik denk dat het hele personage is echt een cocktail van verschillende mensen. Dus bijvoorbeeld de meest voor de hand liggende is natuurlijk... Ja, ik moest meteen aan Kleine denken inderdaad toen ik de film zag. Ja, je hebt natuurlijk er zijn een paar elementen die van hem komen, maar er is ook een Italiaanse rapper, Sverda e Basta. Dat is echt een inspiratie voor mij. Maar ook een voetballer, bijvoorbeeld Noah Lang, is ook een inspiratie voor dit karakter. Dus ik heb eigenlijk van veel mensen dingen proberen te pakken. En daar ook wel echt iets, ik denk dat Rich ook wel echt los staat van die mensen die ik nu noem. Tuurlijk heb je die, denk je aan bepaalde karakters, zoals wat jij ook zegt. Maar ik denk wel, ik heb wel echt geprobeerd om hem... een eigen persoonlijke. In die film, is er bijvoorbeeld een bepaald personage waarvan je dacht van, daar lijk ik zelf heel erg op, want je bent natuurlijk een hip-hop fan, misschien zit je ook een beetje in dat wereldje. Is er iemand in de film waarvan je denkt van, daar kan ik mezelf mee relaten of... Nou, kijk, heel eerlijk, je hebt zeg maar Richie in de film. Ja. En Richie is alleen maar op zijn succes. Dus op het moment dat hij voelt van, de wereld keert zich tegen me en mijn carrière begint een beetje shaky te worden, weet je wel, dan gaat hij gewoon volle bak alles aan doen om dat te redden. En daarnaast heb je Tony. En Tony wordt gespeeld door Daniel Kool, zijn beste mattie, zijn tourmanager. En bij Tony voel je volgens mij wel meer een soort humbleness. En die is van, ja, ik voel bij Tony altijd wel meer een guy die zegt van, ja, het is allemaal belangrijk, weet je wel. Maar uiteindelijk is het wel, vriendschap is belangrijker, snap je? De relatie met mensen om je heen is belangrijker. Maar ik ga je heel eerlijk zeggen, ergens, ik zwabber ook tussen die twee. Want ik wil ook al mijn hele leven films maken. Ik heb ook momenten gehad dat ik dacht van, yo, ik ben fucking obsessief kan ik bezig zijn met films maken, weet je wel. En ik heb ook momenten gehad dat ik moest oppassen dat ik niet, dat ik bij mezelf ging checken van... Ja, dat ik bij mezelf ging checken van, ik ben dit aan het doen wat mijn passie is, snap je? En ik wil gewoon de rest van mijn leven dat doen, maar het moet niet ten koste van allemaal andere dingen gaan. Dus ik probeer zo steeds meer Tony te worden. Ja. En ik ben niet echt een Richie, maar ik herken wel bepaalde dingen in Richie, man. Ik denk dat iedereen dat wel kent, die echt graag iets wil. Ja, bedankt dat je nog even met ons wilt praten en succes daar. En hoe zou je de film omschrijven in één woord? Even snel voor de kijkers. Bam! Oké, helemaal top. Hey, dankjewel Jonas, succes waar je mee bezig bent en... Tot de volgende keer. We gaan zien in Amsterdam, ja? Sowieso. We gaan zien in Amsterdam. Komt goed, kerel. Ja. Later. Rustig aan. Later. Ja. Ik heb hem gisteren gekeken, samen met mijn ouders. We hebben gesmuld, we hebben gelachen, we hebben gehuild. het was een hele heftige film. Ik zal sowieso tegen iedereen zeggen, ga hem checken. Het is echt je moeite, je tijd waard. En misschien steek je er ook nog wat van op. Ja, man. Wat was voor jou het allervetste moment van de film? Oh shit, daar pak je me even. Ik moet wel zeggen voor die mensen thuis. Ik moet wel zeggen, dus de opening van de film, dus ik spoil niks. Maar je moet beseffen dat Jonas had nog nooit een nummer gemaakt, had nog nooit iets muzikaals gedaan. Met hulp van een paar harde guys die onder andere bij Top Notch getekend zijn, hebben we een nummer gemaakt voor hem. En op een gegeven moment stond hij in een hele grote concertzaal aan het begin van de film, ga je het zien. Hele grote concertzaal stond hij dat gewoon te performen, weet je wel. En toen was ik echt trots op hem, man. Dacht ik van ja, kijk, die man is gewoon, los van het acteren staat hij hier gewoon even die show te doen. En dat was echt een bijzonder moment. Top, top. Ja, man. Ja, big love voor Jonas. Ik heb die film gezien. Ja, shout-out. Top gedaan, kerel. En succes in Sicilië, man. Tot de volgende keer. Lobby.